heren, welkom bij het volgende deel van de zomertrui Bianca. En als het goed is, hebben jullie nu de hele raglan af op jullie eigen maat gemaakt. Ik laat jullie nu zien hoe je het achter- en voorpand afkant, zeg maar. Want het is natuurlijk de bedoeling dat er hier, als we die ene steek laten vallen, dat er wat ruimte tussen komt. Want doe je dit niet, dan gaat hij trekken. Je kunt dus ook hier zien bij het andere pand, dat er inderdaad steken tussen zijn gekomen. Dus die brei je erbij, terwijl je meteen afhecht. Of afkant, hoe je het ook wil zeggen. Mijn draad zit ertussen. Goed, we vervolgen dus gewoon het patroon zoals we het gewend zijn. Dus je breidt erin. En je hecht meteen af. Dan maak je je raglan. Dat gaat dan wel even wat anders. Dan brei je, die haal je af. En die haal je daar af. Dan is in ieder geval je raglan is zeker. Deze brei je weer. En die gaat eraf. Dan zit je hier bij je steek die wat je laat vallen. Maar we moeten natuurlijk een aantal steken overbruggen. Die zet je terug op je naald. En je breidt hem. Nog een keer. Dus dit is 1. 2. Drie. En dan laat je deze vallen. Deze brei je gewoon. En die haal je weer over de ander. Deze brei je. En haal je over de ander. Dan zijn we hier weer bij een steek die wat we laten vallen. Die laat je dus ook vallen, alleen we maken weer steken bij. Dus we maken wel 3 steken bij. Dit is 1, 2, 3. En dat is 3. Dan laat je hem vallen. De volgende die brei je. En die haal je over de ander. Kijk. En dan krijg je een mooi afgewerkt randje hier aan de bovenkant, terwijl de trui dus niet gaat trekken, omdat natuurlijk die steek is gevallen en dit stukje wat je bijgemaakt hebt, hier die 3 steken, is even breed als het draadje wat eronder loopt. Dus je ziet ook dat de trui nu keurig recht blijft liggen, terwijl als je hier die steken niet bijmaakt, dan gaat die zo staan en dan zie je dus ook. Dan kun je je steek wel laten vallen, maar dan gaat die trekken aan de bovenkant en dat is niet mooi. Dus je weet nu wat je te doen staat. Dan over de mouw. Ja, daar kan ik eigenlijk kort over zijn. Ik ken jullie armen niet. Je zet dus gewoon het benodigd aantal steken op voor je mouw. Beginnend vanaf je pols. Dan kan het zijn dat je zegt van nou, ik wil een bredere mouw omdat het zomer is. Dus je weet hoe het patroon in elkaar zit. Het bestaat uit 8 steken, dus 4, 5, 6, 7, nee, 8 en het zijn er 9. Dus het zijn er 4 intussen en 4 is 9, dus het is een patroon van 9 steken. Dus je zet een veelvoud van 9 steken op plus 2 kantsteken, die tel je er dan ook bij. En dan begin je gewoon te breien zoals je wil. Totdat natuurlijk je aan de raglan bent en dan moet je zorgen dat de raglan dezelfde lengte krijgt als deze. Vervolgens naai je de mouwen aan de trui en dan is je trui in principe klaar. Ik kan jullie echt niet helpen met die mouwen, want iedereen draagt zijn of haar mouwen gewoon anders. En mijn arm is jouw arm niet. Dat verhaal dat vertel ik bij iedere video. Dus je bepaalt zelf hoe je de mouw breidt, hoe breed dat je wil. En dan zet je hem gewoon aan je voorpand en aan je achterpand vast. En klaar is je trui.
Ik laat uiteindelijk nog het eindresultaat van mijn trui zien op de bedrijfspagina op Facebook. En dan zie je hoe een en ander in zijn werk is gegaan. Voor de rest wens ik jullie veel succes met het afbreien van jullie trui. En ik hoop jullie terug te zien bij het volgende project van Creatief met Haken.